Ik ben Eliske Keijmans, ik woon in Nederhemert en ik ben 17 jaar en dit is mijn kleding. Het is niet alle kleding, toch? Het is niet alle kleding, want ik heb het meeste heb ik eruit gehaald. De rest ligt nog in mijn kamer, in mijn eigen kast. Dit is even een tijdelijke kast, omdat het er mooi uitziet. Welk kledingstuk ben je het blijst mee? Als ik moet zeggen, een ouder kledingstuk is dat deze. Er zit wel een vlekje op. Dit vind ik gewoon een hele mooie rok. Ik heb deze rok gekocht op een vintersmarkt. Ik vind hem gewoon heel mooi. Hij zit heel mooi. Hij is, als je hem aan hebt, is hij best wel groot. Echt een beetje poofy. Hij zit lekker. Hij is niet te warm, niet te koud. Ja, dus daarom is het mijn favoriet. Deze heb ik gekocht op een marktje in Italië, op vakantie. Dat is best grappig, want de marktkoopman wilde er best wel veel geld voor hebben. En dat ging er bij mij niet in, dus ik dacht, ik ga erop afdingen. Dus ik heb er best wel flink op afgedingd. En het is echt mijn favoriete zomervakantiejurkje geweest dit jaar. Hij zit heel lekker, hij is lekker lang, hij is lekker luchtig. Dus ja, die heb ik echt wel vaak aangehad. Wat hangt er aan de deuren? Die en die, oké. Okay. Deze is mijn, deze jurk is mijn laatste lesdagjurk. Die heb ik er aangehad voor de laatste lesdag. Het thema was American Wedding. Dus ik had deze jurk als soort van bruidsmeisje. En dan gingen we met een Dodge Ram kwamen we aan. Dus een hele grote Amerikaanse auto. Dus dat was wel heel leuk. Ja, ik vind hem nog steeds echt heel mooi. Ik ben er echt wel gehecht aan. Ja, het is echt wel een favorietje. Ik trek hem alleen niet zo vaak aan, natuurlijk, want het is wel een bijzondere jurk. Ja, dus dat is wel echt een jurk waar ik herinneringen aan heb. Deze heb ik onlangs gekocht. Dit was een van mijn nieuwere aankopen. Het is een overslagjurk, dus ik weet niet, ik vind dat gewoon heel mooi zitten. Hij is lekker lang. Hij float heel mooi. Ja, ik weet niet. Wat is float? Dat is, hoe zeg je dat? Ik weet dus het Nederlands woord niet voor wat erg. Een soort, hoe dat hij beweegt, ja, denk ik. Hij beweegt heel mooi. Als ik loop, ziet het er heel mooi uit, vind ik. Ja, dat dus. Hij is heel mooi zwierig. Ja. Je draagt veel lange rokken. Is dat soms niet lastig? Jawel. Ik heb nogal eens een keer een probleempje ermee gehad. Deze bijvoorbeeld. Ja, je kunt het niet heel goed zien. Aan de onderkant ben ik ermee in de roltrap gekomen tijdens het reizen met de trein. Toen moest ik de roltrap op met mijn tas en mijn lange jurk. En toen dacht ik er niet aan om hem op te tillen. Dus toen bleef die hangen. Dus ze zit nu in de naad. Of ja, in de naad zit een beetje aangetrokken. Het valt niet heel erg op. Het is een beetje zunt. Maar ja. Dus ik heb hem gauw eruit getrokken. En toen. De trap blokkeerde niet. Nee, hij ging gewoon mee. En toen hoorde ik wat krakken. En toen zat er een scheuks in. Maar dat heb ik netjes gerepareerd. Want het was precies op de naad. Dus je ziet er niks meer van. Want dat rode wat ik daar zie met wit. Deze? Ja. Ja, dat is. Het lijkt wel een clownspak. Nou, mensen vinden. Nou, kijk, het is een sweaterdress. En mensen die mij kennen vinden het best wel gek dat ik deze in mijn kast heb hangen. Want het is niet helemaal mijn soort jurk. Wat een sweaterdress is? Dat is gewoon een trui, een lange trui. Die je draagt als jurk. Maar dan. Het is gewoon een hoodie, maar dan iets langer. Dus, ja, en hij zit gewoon heel lekker. En ik vind hem ook wel heel mooi. Ja, ik heb hem van mijn vader gekregen, dus ik ben hem daar heel dankbaar voor. Hij zit heel lekker en ik vind het gewoon heel lief dat hij dat van mij heeft meegenomen. Hoe belangrijk is kleding voor jou? Best wel belangrijk. Ik ben er wel veel mee bezig. Ik vind het belangrijk hoe mensen eruit zien. Ik vind het ook belangrijk hoe ik eruit zie. Ik wil iets uitstralen. Ja. Dus dat denk ik wel dat een kast, zoiets als een kledingkast, best wel een persoon laat zien. Ja. Ja. En wat zie jij in die kast? In mijn eigen kast. Veel kleur. Ik hou echt van kleur. Ik draag ook heel veel kleur in de winter. Want de meeste mensen gaan dan over op zwart en grijs. Ik niet. Ik blijf heel veel kleur dragen. Ik vind dat gewoon heel leuk. Ja, ik voel me daar fijn in. Ja. En wat zegt die kast nog meer over je? Het is net zo rommelig als ik zelf. Denk ik. Ja, ik denk dat dat wel een goede is. Ik ben niet zo heel gestructureerd. Mijn tip is dat ik het best belangrijk vind dat je draagt wat je past. Als jij je er lekker in voelt en het staat je mooi, ja, dat vind ik heel belangrijk.
vind niet dat je per se de mode moet volgen omdat andere mensen dat leuk vinden. Nee, doe het lekker een beetje waar je zelf zin in hebt. Ja, dat doe ik ook. Ja.